hoe moet je eigenlijk omgaan met bijvoorbeeld met creatieve mensen? Wat hebben zij nodig om optimaal te functioneren? Dat is een moeilijke vraag. Ja. Want ik denk dat je nodig dat ze nodig hebben dat je interesse hebt, dat je één interesse hebt in ze. En interesse hebben hoe ze werken. Het is iets. Want wat zij bieden is niet alleen een product. Als je alleen maar iemand wil hebben die een auto kan bouwen of zoiets, dan heb je iemand anders. Maar je hebt iemand nodig, je haalt iemand binnen die je ook voor het proces vraagt. Je vraagt iemand die, waardoor je niet zeker weet precies wat eruit komt. Je weet niet zeker hoe het zal zijn. Dus je haalt iemand werkwijze en energie en die haal je naar binnen. En als je alleen maar denkt, ik haal je alleen voor een product naar binnen, dan word je ook geïrriteerd. Want dan ga je irriteren aan het feit dat die andere tijden maakt, of dat die andere manier van samenwerken heeft, of dan ga jij projecteren wat volgens jouw idee dan weer creatief is. Maar als je denkt, ik denk ook dat creatieve mensen in de creatieve industrie in bedrijven heel veel kunnen leveren als ze hun manier van werken inbrengen. Ja, dat is het. Dat is wat je biedt. Je biedt niet briljante producten. Ja.